TV Brussel heeft er maandag al mee uitgepakt dat in januari en februari 17 bejaarden zijn gestorven in het OCMW-tehuis Arcadia in Molenbeek, tegen 5 vorig jaar. Maar is die grote toename gewoon toeval of rechtstreeks het gevolg van de besparingen, zoals Geneeskunde voor het Volk beweert? Mijn collega's artsen die daar patiënten verzorgen, die zien duidelijk, die hebben duidelijk bij verschillende bejaarden echt angstsymptomen vastgesteld, toenemende verwardheid, ook een toegenomen medische problemen, patiënten die nieuwe medicatie moesten krijgen, die niet op tijd is toegediend, door het te weinig personeel, te weinig omkadering. En dat verklaart de overlijdens? Ja, de collega's artsen die zien daar zeker een verband in, ja. Het is toeval en het is te wijten aan externe factoren. Griepepidemie in de maand januari en koude golf de eerste 14 dagen van februari. 25 huisartsen in Molenbeek hadden zich eerst achter Geneeskunde voor het Volk geschaard, maar distancieren zich nu, want een oorzakelijk verband met de besparingen vinden zij te kort door de bocht. J'ai l'impression d'avoir été utilisé. On m'a fait dire des choses que je voulais pas du tout faire dire. Maar anderzijds, ils sont hyper vulnérables à tout changement. C'est vrai, mais de là à dire qu'il y a une corrélation formelle entre les deux, je pense que personne ne pourra vous l'affirmer. C'est impossible à affirmer. Mais pas nier non plus. Pas le nier, non. Intussen speelt het OCMW van Molenbeek dat het rusthuis beheert op de man. We zijn in een verkiezingsjaar en de betrokken dokter heeft ook andere politieke activiteiten. De betrokken dokter is? Dokter Leen Vermeulen.